moeders, jongens en meisjes, opa's en oma's, tantes en ooms, buurmannen en buurvrouwen, geef hem een hartelijk applaus. Hier is die de Haagse Ballonnenboer. En weer een hele goede avond allemaal. Welkom bij de workshop op zondag. Want gisteren was het, ja, het was niet veel. Tenminste, ik geloof in Zeeland bij Daphne wel. Maar we hadden in ieder geval sneeuw. En ik denk, ja, als we dan een workshop gaan geven op de dag dat we eindelijk weer eens een keer sneeuw hebben. Ja, dan wil iedereen naar buiten en sneeuwpoppen maken en sneeuwballen gooien. Dus ik heb al heel wat foto's voorbij zien komen over jullie. Dus jullie zijn goed bezig geweest. En ik denk, ja, dan kunnen we wel een sneeuwpop gaan maken. Maar ja, die hebben we al een keer gedaan. Dus dan gaan we gewoon iets heel anders doen. En nou, jullie hebben hem vast al gezien. De kip. De enige echte kip van ballonnen. Er zijn natuurlijk wel meerdere. Maar deze is vrij makkelijk te maken. Dus eigenlijk voor iedereen, ook voor beginners, kunnen we hem eigenlijk gewoon ja, lekker mee aan de slag. Dus het leek mij wel leuk om daarmee iets te gaan doen in ieder geval. Even kijken of de kip wil blijven staan. Zo. Nou, iedereen hartelijk welkom. Ik zag dat iedereen al voorbij kwam. Dus de ballonnen die we nodig hebben. We hebben natuurlijk een pomp nodig. Maar ook de ballonnen. Twee witte. We gaan helemaal in de 260 stijl. Dus we hebben geen andere nodig. Een oranje. En de rode. Nou, de witte ballon. Die blazen we met drie keer de dubbele werkende pomp blazen we die op. En voor degenen die dat niet hebben, dit moet je ongeveer overhouden. Zie je? Nou, de rode ballon blazen we twee stukjes op. Zo. Wat meer heb je eigenlijk niet nodig. Dat is eigenlijk al best wel veel. Maar we hebben eigenlijk met het rood hebben we niet zo heel veel nodig. Want daar gaan we in principe de bovenkant van maken. De twee knoopjes. We knopen de ballonnen aan elkaar. Dus zo. Ja. Ik denk, Miranda, dat de kip er eerder moest zijn, want anders hadden we geen eieren. Denk ik, hoor. We hebben hem aan elkaar geknoopt. Ja. Nou, voor de bovenkant maak je drie loepjes. En die loepjes die mag je eigenlijk zelf bepalen, want ja, dit is eigenlijk... Bovenop een kip is altijd elke kip wat anders. Dus of je hem nou groot klein maakt, mag je zelf bepalen. Maar we moeten in elk geval drie loepjes hebben. Dus we hebben één... Ja... Eén loop. We maken de tweede. Zo. Ja. En de derde. En dit draai je een beetje door elkaar heen, zo. Want dan trekken die drie trekken wat strakker. Nou, dit is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen met de rode. Zie je? Dus drie loepjes. En het resterende haal je eraf. Maar altijd bewaren, want het is altijd makkelijk om weer andere dingen van te maken. Nou, je ziet, we hebben de bovenkant nu. Ja. Dan gaan we ze gezicht maken. Dit mag je ook zelf bepalen. Of je nou vier, vijf vingers dik doet. Je bepaalt eigenlijk zelf hoe groot het wordt. Deze heb je en die leg je terug, dat je hem eigenlijk dezelfde maat krijgt aan hier. En dit draai je hier omheen. Dus je hebt nu dit. Ja. Dit stuk. En de bovenkant. Nou, deze leg je hier overheen. En die maak je net zo groot als de ander. Ja, want ik wil de drie hebben. Nou, voor degenen die nog niet weten wat een buikdraai is. Je kan hem sowieso zien op mijn YouTube kanaal. Maar de buikdraai is eigenlijk deze. Die doen we hier zo doorheen. Ja. Zo. Want op die manier zorg je ervoor dat die op slot gezet wordt. Hé, hey Hans. Nee, ik draai niet de nek om. Het zou wel leuk zijn natuurlijk, maar... Ja. We hebben nou het bovengedeelte en dit. We gaan nou zijn wangen maken en zijn nek. Zo. En je ziet dat het niet zo moeilijk is. Want het zijn allemaal hele makkelijke handelingen. Nou, hier maak je ook weer twee loepjes. Dus één. En
2. Want hier wil ik straks zijn snavel tussen hebben. Ja. Ik krijg met een nekje. Dit. Ik maak hier een bolletje. Je kan het bolletje ook zo laten. Maar ik maak er zelf nu even een pinchvis van. Want dan blijft dit gelijk mooi staan. En wat ik hier doe, is eigenlijk zijn lichaam maken. Dus 1. Dus je krijgt dit. Duwt hem terug. Zo. En dan dit gedeelte. Even hier. Zo. Dit gedeelte wordt net zo groot als dit gedeelte. Ja. Dus samen. En je draait het op slot. Zo. Nou, je ziet wat er bij mij nu gebeurt. Bij mij loopt er wat leeg. De kip loopt leeg. Maar dat is gelijk even een mooi leermoment. Want wat ik jullie natuurlijk al vaak gezegd heb. Bewaar altijd de stukjes ballon. Want daar heb je altijd wat aan. Nou, dat zie je hier nou ook weer gebeuren. Omdat die kip leeg loopt, zo hoog. Duw ik hier gewoon even een klepje tussen. En op die manier repareer je dus gewoon het hoofd van de kip. Dus daar is het altijd zo makkelijk voor om die klep te bewaren. Zo. En wat we dus nu hebben is dus dit gedeelte helemaal. Zijn nek. En voor het andere gedeelte heb je dus de tweede witte ballon nodig. Die blaas je ook weer met 3 slagen op. Zo. Het tuutje. Het tuutje zet je vast hier bij de pinstus. Ik zet eerst deze even omheen. Zo. Voordat ik dit gedeelte weghaal. En ook knip het niet gelijk zo weg, dus hier middenin. Maak een heel klein bolletje. Knip hem hier even leeg. Laat hem leeglopen. En knip de rest er vanaf. Nou, dan heb ik hem hier vastzitten aan de voorkant. Dan wil ik hem naar achteren hebben. Maar ik wil hem een beetje rond hebben. Zie je? Dus ik wil dit hebben. En hierachter, zo. Dit draaien. En nu doe je de witte ballon. Doe je hier helemaal doorheen. Zo. Zodat hij hier vast komt te zitten. Ja, dus je krijgt dit. Ja, dus je hebt nou hier zo. Heb je hem, hierachter heb je hem vastgezet. Nou gaan we ze achterstaart maken. Wat ik doe, ik maak een kleine bubbel. Zie je? En deze maak ik wat groter. Dus je krijgt eigenlijk dit. Dan krijg je ook meer het idee van een vleugel, maar ook van de achterkant van zijn staart. Dit draai ik bij elkaar. Zie je? Daar heb je dus dit. En zo wil ik er nog heen. Dus ik maak gewoon precies dezelfde. 1. Is dat zo, Hans? Ik kan hem dikker maken, hoor, die kip. Dus ik wil precies dezelfde aan de andere kant hebben. Die zet ik ook weer vast aan de achterkant. Dus ik draai eigenlijk alles hier omheen. Zo. Nou, je ziet wat er gebeurt. Zie je? Dit is de achterkant. Nou, wat je hier over hebt. Ik trek dit gewoon even helemaal door. Ik maak hier een bolletje. En dat bolletje zet ik hier tussenin. Dus op deze manier. Zo. Dus je krijgt nou dit. Ja? Nou. Nu is de kwestie van zijn poten maken. Daar hebben we een oranje ballon voor nodig. Blaas ook weer. Gewoon 1, 2, 3 keer op. Maak een klein bolletje. Ja. Klein bosje. Klein bolletje. En je doet hem terug. Dus je krijgt die vogeltjes. Zie je? Frank die had hem gemaakt vandaag met 2 bolletjes. Voor de hoofdjes van de vogel. Nou, we maken. In principe kan je dus ook zo een pootje maken.
Dit gedeelte draai je op slot. Zo. Dus je krijgt nu dit. Ja. Voordat je die andere maakt, moet je hem eerst even hier doorheen doen. Dus je duwt hem hier tussendoor. Zo. Deze doe je samen. Kijk. Nou, dit kan je ook net zo groot maken als je zelf wil, die pootjes. Wil je hem heel strak hebben, doe je gewoon strak. En dit gedeelte draai ik hier omheen. Ja. Dus ik doe dit. Dan maak ik nog een keer een poot. Dus één. Een bolletje. Dit. Dus een lange stukje, een bolletje en een stuk. Die draai je ook weer op slot. En het resterende haal je eraf. Maar niet weggooien, want daar maken we de bek van. Zo. Nou, heb je moeite met pinstwisten, laat je dit gewoon zo zitten, zoals dit zit. En anders zeg, kan je de pinstwist, maak je er even netjes een pinstwist van. Zodat die pootjes blijven zitten. Ja? Nou, je ziet, het begint al een kip te worden. Of een haan, net hoe je het zelf bekijkt. Met deze kan je alle kanten. Nou, een stukje oranje wat je over had. Daar gaan we ze bek van maken. Zo. En die kan je net zo, zelf net zo lang maken als je zelf wil. Even kijken wat jullie allemaal weer schrijven. Ik heb een 6,46 beschikbaar, Hans. Geen probleem. Je ziet wat ik doe met zijn bek, hè? Hier tussenin. Hier tussendoor bouwen. Een paar keer vastzetten. En je knijpt dit eraf. Zo. Nou, je ziet dat je zijn snuitje ook hebt. Dan kan je ook naar alle kanten doen, hè? Want je kan nog dit doen. Dat die gewoon naar beneden gaat. Dus ook daar kan je nog allerlei dingen mee uithalen. Ja. Nou, nou is de kwestie van de ogen erop tekenen. Het is toch wel handig als die kan zien waar die heen gaat. Nou, die ogen kan je allemaal zelf bepalen. Ah, het gaat goed, ja. Alle pennen vallen naar beneden. Ik ben even uit beeld. Dopjes, alles gaat weg. Zo, ben er weer. Hoppakee. Nou, en je ziet het. Hij is niet zo heel moeilijk. En je hebt je kip. Kijk wat jullie allemaal geschreven hebben. Als je hem inknijpt, onder lijf denk ik, hè, ja. Rivanda is even de chat kwijt, zie ik. Ja, en als je de kippen hebt, kan je er ook nog een ei bij leggen natuurlijk, hè. Tadaa. Dus maak gewoon een kleine wit, hoe heet dat? Een wit 5 inchje. En die kan je hier bij zijn pootjes neerleggen. Dus ook daar kan je alle kanten mee op. Nou, ik zou zeggen, ga er mee aan de slag. Ik hoop dat jullie de kip leuk vinden. Hij is niet al te moeilijk. Mocht je ergens tegenaan lopen, nou, dan hoor ik het graag. En die buikdraai, die kan je, alles kan je terugvinden ook, hè, op het YouTube-kanaal. Nou, mocht je ballonnen nodig hebben, ga even naar de webshop van Ballonnenhondje. Ja, ik zou zeggen, ik verwacht natuurlijk wat dit... We hebben weer een heleboel... Post geen foto's gehad, hè? Dat kan natuurlijk niet. Hè? Sommigen hebben het nog wel gestuurd, maar nu ben ik alweer een anderhalve week weer zonder foto's natuurlijk op de Facebookpagina. Ja, we moeten natuurlijk wel zorgen dat we natuurlijk iedereen blijven inspireren. Hè? Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, een hele fijne zondag verder. Ja, een fijne week. Ik hoop dat er nog eens een keer sneeuw komt. Maar ja, of dat erin zit, weet ik niet. Voorlopig zijn de temperaturen vrij hoog, dus ik denk dat er nog niet in zit meer. Even kijken wat jullie allemaal nog hebben. Oh, jullie... Ja, ik wou het zeggen... Hey jongens, dank jullie wel voor het kijken. Nou, doei doei. En volgende week zaterdag, dan ben ik er weer. Gaan we weer een workshop doen. Nou, veel plezier met de kip, hè. Doeg! Ja.
Jerry!